Xander? Het is weer te laat. Xander, moet ik een mis nu altijd zo laten verschieten? En 5 minuten, dat maakt nu toch niet uit. Zeg dat wij een afspraak hadden. 5 minuten, daar gaan we toch niet moeilijk over doen, jongen. Heb jij de stuf bij? Tuurlijk. Oh, eerst het geld in makker. Merci. Merci. Oh, hier blijven. Ik heb nog iets voor u. Nog iets? Oh, Xander, hé hey man, ik heb je geld toch al gegeven? Oh, die pakjes nu eens, jongen. Ik geef je dit. Begrijp je dat? Huh? Waarom? Ik wil dat je voor mij een klein zakje oplost. Die is van Vrikken, 15 jaar oud en muzikant. En wat moet ik daarmee? Ik wil dat jij deze gast van kant maakt. Oh, dat is toch een grap, hoop ik. Jens was jarenlang mijn beste kameraad, maar hij ontdekte iets. Iets waar wij allebei heel hard om geven. Mijn cannabisplantage in de oude schuur, achter ons huis. Hij dreigt ermee om naar de politie te gaan. Waarom heeft hij dat dan nog niet gedaan? Omdat zijn broer in de gevangenis zit om dezelfde reden. Maar volgende week komt hij vrij en ik ben er zeker van dat hij mij dat niet meer zal sparen. Hij wil samen met zijn broer mij in combi zien worden gesleurd. Het is tijd om dat feestje daar stop te zetten. No way, Xander, ik ben geen moordenaar. Lost u vuil zaakjes zelf. Dat is ook een mogelijkheid, maar het is een stuk makkelijker als jij deze doet. Je kunt ook niet meewerken, maar dan weet ik niet zo zeker of het wel goed komt met je kleinzusje. Hoe heet ze daar nu weer? Febe, toch? Wat weet jij van Febe, jongen? Doe geen moeite. Ten eerste ben ik de persoon met het geweer. En ten tweede, ik heb connecties in het drugsmilieu. Er zit genoeg volk tussen om mijn kleinzusje te gaan zoeken. Of ga je die ook in voor één tegen een kerk duwen? Ga ze een klootzak gaan, jongen. Ander man je vuil zaakjes laten oplossen. Ja, jongen. Het leven kan schoon zijn, hè. Hij woont in de Malkanderstraat, nummer 1. Merci, hè. Ik heb het al gehoord, in de Berkenstraat is een nieuwe kledingwinkel, hè? Ah, echt? Dan moeten we daar eens naartoe, hè? Maar niet nu, want ik heb echt honger. Zeg maar, anders gaan we iets eten. De smak of zo is wel van die goede tonijnsla. Dat is goed voor mij. Och, citatie, dat is een troll. Ah, troll? Vrijgelaten door het baasje? Maar dat is flink, hè? Kom maar, laat mij gerust. Zijn we al weg? Dat is nu niet beleefd, hè? Want dat begrijp jij nu vast. Heeft het er al op een manier dat terug. Kunnen permitteren? Geef dat gewoon terug. Dat terug? Geef Fien, dat terug. Catch! Kom maar, geef dat terug. Ah, je wilt hem terug. Kom hem halen, hè. Geef wel terug. Oké, dat krijg je terug. Ah! Nog altijd zo'n grote mond? Trouw? De volgende keer kom er zo goed niet meer vanaf, hè. Kom, mannen, we zijn weg. Maar wat maakt dat nu uit? Je moet luisteren naar je moeder. Je mag van geluk spreken dat je vader hier is. En vergeet je pillen niet te pakken. Die pillen werken niet. Dat is alleen omdat jij mij doet geloven dat die werken. Trouwens, ik voel mij gewoon zoals normaal, hè? Timo, doe niet moeilijk en pak je pillen. Hallo. Hey schat, alles goed? Hallo. Ja. Hallo. Ah, Alexander, zeg. Alles goed met u? Ja, zeker. Zoals altijd, hè. Zo moet dat. Wij gaan nog even naar boven, hè. Ja, dat is goed, maar denk er dat we eten om 12:30, hè. Oké. Excuseer, wacht, je hebt iemand? Ja, ik had u nodig. Jij bent toch Jens van Vrekem? Ja? Ik ben Lennart. Lennart Koppens, ik ben de zoon van de Schepen van Cultuur. Er is een project in ontwikkeling om de muzikale jongeren in de gemeente in de kijker te zetten. Ze zouden een muziekblad willen uitbrengen. De regionale tv wil er ook wel iets mee doen. Ze hadden contact gehad met uw school en daar zeiden ze dat jij wel een muzikaal talent waard. Dus, ja. Hey, maar ik vind het goed. Zeg maar, kom binnen. Zeg, moet jij drinken?
Nee, dank u. Dus, jullie willen iets over mij schrijven? Ja, dat is wel de bedoeling, ja, maar ze hebben mij in de eerste plaats gestuurd om je als persoonlijkheid beter te leren kennen en om te horen wat je er zelf eigenlijk van kunt. En aangezien dat we leeftijdsgenoten zijn, dacht mijn vader dat wel een goed idee was. Allee, dat is tof. Maar waarom weet je er niks van? Er is een brief gestuurd van de gemeente. Normaal. Ja, een brief. Dat deed mijn vader. Maar die verbergt meestal de post voor mij. En daarbij, muziek interesseert hem niet. Alsof, waar zijn uw ouders misschien? Mijn ouders. Die zijn een huwelijksreis gaan overdoen. Eens al bij de 50 gepasseerd, denken ze dat ze terug 25 zijn. Maar eigenlijk heb ik daar niet echt iets tegen. Nu heb ik hier een week het kot voor mij alleen. Wat anders is dit horen? Ja, oké. Wat doet jij? Een eigen werk of iets bekend? Laat maar iets van jezelf horen. Oké. Nee, nee, is toch nooit. Zeg, Fien, wat scheelt er? Is het zo stil? Bah, niks. Alhoewel, hebben ze van die misschien niet toch een beetje te hard aangepakt? Ik weet niet, het was haar verdiende loon, hè. Maar dan haar eerder gewaarschuwd. Dat die ouders er blijven intrappen. Voor hen is Stefanie altijd maar tegen een deur gelopen of uitgeschoven in het bad. Ooit moeten die dat toch eens doorhebben dat er iets niet klopt. Ze zou eens moeten durven ons te gaan verklikken. Allee, bedoel, denk je dat ik maar één seconde heb nagedacht dat die Casper van u heeft afgenomen? Je hebt gelijk, dat mens is het niet waard. En Fien, echt waar, je bent een fantastisch meisje. Vergeet dat niet. Je bent echt niet waard om zo wandel te worden. Ik zou dat ook nooit laten toestaan. Maaike, niet opnieuw. Maar allee, merci. Ik ga vanavond bij Laurens naar de cinema. Allee, tof. Maar het gaat precies goed tussen allen, hè? Ja, ik had dat ook kon zeggen. Zeg maar, Fientje, kun jij nog niet zo'n goed woordje doen met je broer? Zeg, geobsedeerd of wat? Maar nee, dat is gewoon een vraag. Ik zou niet te veel hopen maken. Ik vermoed dat hij een vriendinnetje heeft. Hij zegt bijna nooit dat hij naartoe gaat of zo. Ja, daar gaat u een ideale jongen. Ja, jongen wel, maar je weet, mijn doelgroep is wel iets breder, hè. Ik krijg nog wel te pakken. Veel succes ermee. Goed, dan ga ik nu vertrekken, ze. Hoe laat bent je terug? Ik denk zo ongeveer rond 3 uur, maar je weet dat nooit met die doktoren. Dat kan altijd wat uitlopen, hè. Ondertussen gedraagt Ellen hier een beetje. Ja. Salut, hè. Dag. Allee, nu wij het kot voor ons helemaal alleen. Inderdaad. Waarmee gaan we ons nu moeten bezighouden? Oh, ik weet toch wel iets. Gaan we naar boven? Ja, is goed. Heb je een condoom bij? Shit. Ik had je klaargelegd op mijn bureau, maar ik ben je vergeten. Heb jij er geen bij? Nee, maar dan afgesproken dat jij er geen meenemen. Maar pak jij de pil niet? Xander, daar hebben we het al over gehad. Ik pak dat niet, ik kan dat niet verdragen. Ja, sorry, maar dat niet zo. Zeker? Het water is. Ja, Jeroen? Wat? Wat heb je gedaan? Kerel, ik ga je ik zo hard op je bakken slaan. Nu is het genoeg. Geen gsm aan tafel en let op je taal. Ik ben een Facebook in. Dat kan mij niks schelen, dan hangt het misschien wat minder aan je computer. Te fout. Ja, maar je kunt wel alles meespelen, amai. Het is gewoon wat ik graag doe. En je hebt er nog talent voor ook. Allee, merci. Heb je eigenlijk hobby's, Lennart? Ja, ik speel voetbal. Oh, voetbal. Sorry, maar ik vind het daar nu eens niks aan te beleven. Allee. Dat is kei plezant. Vanavond speelt dat nog iets in handen, maar ik echt niet missen. Veel plezier ermee.
Oh, ik wil je anders thuis van spelregelken uitleggen. Zeg maar, blijf anders hier slapen vannacht. Mijn ouders zijn toch nog keilang weg. En dan heb ik tenminste wat gezelschap. Goh, dan ben ik toch een veel te grote last. Maar nee, absoluut niet. Je doet er mijn plezier mee, echt. Goh, ik weet niet of dat zo'n goed idee is. Maar alleen aan het, waarom niet? Goh, ja, we kennen elkaar nog maar een uur of zo. Maar we hebben ons toch al keigoed geamuseerd? Allee, ik toch? Oké, dan ja. Maar ik heb wel geen spullen bij of zo. Je mag de slaapkleed van mijn ma lenen en ik zal zien of ik nog een teddybeer heb liggen. Maar goed, dat is dan geregeld, hè. Ik ga even dat wc. Shit, ik blink me juist dat ik een afspraak heb om 2 uur. Fuck, het is 2:15. En met wie? Mijn oude schoolkameraad. Sorry, Caroline, ik moet er vandoor. Maar je hebt mij daar niks over gezegd. Ik zie u toch dat het net in mij opkomt. Ik had wel een leuker einde van ons avontuurtje vandaag. Ja, allee, dag hè. We bellen nog wel. Wacht je op iemand? Zijn er zaken? Misschien. Je hebt toch een witte bloem bij? Ja, en dan? Mag dat niet of zo? Wow, niet agressief, hè? Sorry, het is maar een dagje. Ah, ik begrijp dat wel. Problemen thuis, embarrassing met de papa. Daarna alles wat bezig op de chatsite, hè? Wat weet jij over mij? Niks. Alleen dat je nogal heel goed overeenkomt met Aphrodite 72. Ga, laat haar hier buiten. Trouwens, tegen wie ben ik bezig? Ja, net wilde jij eens met je poten van mijn lijf blijven. Ten eerste is het een hij en ten tweede gaat het tegen Aphrodite 72. Je bent echt zielig. Op chatsites meisjes opzoeken om daarna ermee af te spreken, dan noem ik echt laag. Ik ken u niet! Je weet nogthans alles over mij. Ik heb 3 broers en een van Justin Bieber in One Direction. Ik ben er weg. Ja, dat wordt een voor Facebook, loser. Klotzak! De vorige keer had ik zo'n spast als je tegenkomt, dan zou ik je persoonlijk voor en ga die roze beer opeten! Heb je verstaan? Wat verdomme! Ah, zus, hoe was je nacht vandaag? Ja, ça va. Maar dat klinkt overtuigend. Scheelt er iets? Nee, niet echt. Allee, Fien, ik ken je goed genoeg, hè? Gooi er iets allemaal uit. Kindje Stefanie de Prins. Zijn jullie toe uit hier in de zee? Ja, die. Ja, we zijn die vandaag dus tegengekomen en we hebben die eens aangepakt. Hoezo? Wat? Ja, dat je zit laten zien dat jij de baas bent, hè? Xander, als ik daar nu aan terugdenk, dan hoop ik gewoon dat hij geen klacht neerlegt tegen ons. Dat bloed stroomde uit je kop, hè? Word je nu eens zelf bezig? Je klinkt net zo zeutig als zij. Kende jij die of zo? Dat doet er niet toe, hè? Maar Fien, je moet je niet zo laten doen. Als je die de volgende keer terug tegenkomt, hè, doe dan net hetzelfde. Je hebt sowieso geen schrik. En gebruik je vuisten, dan alleen weet je wie de sterkste is. Ja, dat zien we dan wel. Ah, je bent er. Ja, ik heb mijn bad gepakt. En hoe was het nog met Xander? Niks speciaal. Hoe was je onderzoek? Ça va. Mijn bloeddruk was oké, maar met mijn hart is nog een beetje oppassen. Ik mag nog geen zware inspanningen doen, maar voor de rest is alles hetzelfde gebleven. Dat is dan toch oké, zolang het niet verergert. Oh ja, er is post voor u. Het is van mama en papa. Liefste Caro, we zijn gisteren aangekomen in Rio de Janeiro en het is hier prachtig. We zullen hier dan ook 2 weken blijven. Na 4 weken rondtrekken in Zuid-Amerika hebben we dat wel verdiend. Hoe is het daar nog bij jou en oma? Wij missen jullie heel hard hoor. Hou je goed en tot binnenkort. Groetjes, mama en papa. Oh, dat is lief. Rio de Janeiro, begot. Mameske toch. Ze zijn al over de helft. Voordat je het weet, staan ze hier terug. Ja, oma, ik weet het. Maar zeg je wel bij elk kaartje dat we krijgen. Ja, maar dat is toch zo?
En zij missen u even hard als dat jij hen miste. Waarom gaan ze dan op wereldreis als ze hier toch alles gingen missen? Tja, dat vraag ik mij ook dikwijls af. Ik heb mij al 1000 keren afgevraagd. Die zijn avontuurlijk. Dieper, jongen! Jezus. Dieper. Hier heb ik nog meer snap van analytische meetkunde dan van voetbal. En weet dat dat een buisvak is, hè? Och, je mist niks. Je bent aan het knoeien, man! Ze zullen het zonder ons ook al kunnen, zeker? Allee dan. Het smaakt een beetje. Ja, nog eens merci hè, dat ik hier moet blijven logeren. Het is echt lekker. Maar vertel nog iets over jezelf. Je hebt broers, zussen. Ik heb een broer. Sam, maar daar heb ik niet veel contact meer mee. Oei, hoe komt het? Mijn broer Sam zit in de gevangenis wegens het dealen van cannabis. Oei, sorry. Ja, dat kun jij niet weten, hè. Het is allemaal zijn eigen schuld, hij had er gewoon nooit aan moeten beginnen. 3 jaar geleden is Sam opgepakt. De buren hadden zijn cannabisplantage ontdekt. Maar ja, wie is er ook zo stom om dat in de tuin van zijn appartement te zetten? Hij is toen veroordeeld voor 5 jaar celstraf. Maar hij komt binnen 2 weken vervroegd vrij. Alleen weet ik niet of iedereen daar even blij mee is. Wat bedoel je? Voor mijn ouders bestaat Sam niet meer. Maar ik zal er zijn voor hem, dat is zeker. En dan kunnen we eindelijk Xander voorgoed... Wie is Xander? Xander was tot 3 maanden geleden mijn allerbeste maat. Ik kende hem al van in de kleuterklas. Maar toen... Ik was aan het sparen voor een nieuwe piano. Ik had al 1200 euro. Tot Xander het opeens nodig vond om dat geld te stelen. Zomaar. Eerst dacht ik nog dat het een grap was, maar toen ik hem ging opzoeken, wist hij zo gezegd van niks. Hoe weet je zo zeker dat dat Xander was? Het kon niet anders. Hij bleef slapen. En de volgende ochtend was hij weg, samen met mijn geld. Ik ben dan naar de politie gegaan, maar ik kon niks bewijzen. En wie geloven ze nu eerder? Een brave, doodgewone jongen of de broer van een cannabisdealer? Maar het strafste komt nog. Vorige maand ontdekte ik Xanders grote geheim. Hij heeft, net zoals Sam, een cannabisplantage in de oude schuur achter zijn huis. Wow. Ik had hem alles verteld. Xander was een maat die mij steunde om wat er gebeurd was met Sam. Maar stiekem is hij juist hetzelfde. Maar dus, van zodra Sam vrij is, gaan wij naar de politie. En dan gaat Xander minstens even lang de bak in. Amai, straf joh. Maar kom, zover is het nu nog niet. Maar ik weet wel één ding. Daarna ben ik Xander definitief vergeten. Hela, ik was er wel naar aan het luisteren. Mag ik geen tv niet meer zien? Als je dat zo vraagt, nee. Maar begint alsjeblieft weer niet. Zet je radio weer aan. Ik vraag het nog één keer, zet je radio terug aan. Ik wou dat je dood werd. Waarom mankt jij zo? Oh, nu opeens wel interesse. Nooit doe ik iets goed voor jullie. Timo doet dit, Timo doet dat. Voor u ben ik niet meer dan een kuisroep en voor onze pa niet meer dan een slaaf. Ben ik wel van jullie eigenlijk? Ben ik jullie zo wel? Ik heb er ook niet voor gekozen dat niet alles in mijn hoofd vanzelf gaat, hè? Maar het wordt dringend tijd dat je dat gaat beseffen. Ik ga slapen. Maar hij viel zo vroeg. Dat weet ik niet gewoon van u. Ja, ik ben moe. Snap wel. Snap wel. Thank you.
dikke nul. Gemeenschap, scheuren van het muidenvlies, dat gepaard met... Wat verdomme! Ga ook slapen, hè? Slaap wel. Slaap wel. Oma? Ja? Zou ik Sander mij nog graag zien? Maar meisje toch, dat kun jij toch veel beter weten, hè? Maar hij sms niet terug en ik kan hem niet bereiken. Waarschijnlijk is daar een heel goede reden voor. Misschien is er geld op. Allee dan. Meisje, meisje toch, jij lijkt zo hard op je moeder. Uw mama die kwam mij ook altijd om raad vragen in verband met haar eerste liefke. Maar dat was lang voordat ze uw vader kende. Je moet je echt geen zorgen maken. Jelle is zo'n schoon koppel. Ik heb u deze middag nog bezig gezien. Alhoewel, dat was precies of dat je elkaar al jaren kende. Ja, het is normaal dat jij je zorgen maakt op je leeftijd. Helemaal neem het van mij aan. Die zorgen die verdwijnen. Dat was bij mij en uw opa ook zo. Ga nu maar slapen. Dank je, oma. Dank je voor een babbel. Alhoewel, dat is heel graag gedaan. En sinds die geloof die dat u zegt? Leerkrachten. Ja, maar bij die van Engels gaat echt nog veel meer. Ik weet dat ik ooit een volledige... Fuck! Ik heb niks aan Febe laten weten. Febe? Mijn zus. Jonger? Yep. Ouch. Ga die even halen. Jo. Hallo Veeb, ben ik Kieke. Ja, ik was u vergeten verwittigen, sorry, maar ik ben bij een oude schoolkameraad. Ik blijf u slapen. Oké, dan. Kieke, nerveus. Hoe kom je daarbij? Ja, dag Veeb. Of Veeb, wacht.
Goedemorgen, meisje. Ik voel me echt niet goed. Oei, wat scheelt er? Nochtans, je hebt een normale temperatuur. Ik denk dat ik iets verkeerd heb gegeten gisteren. Weet je wat, leg u hier wat neer in de zetel, ontspan u wat. En moet je een dag al gaan hebben? Sorry, ik moet... Ja, ik kom al. Xander, jongen, is dat nu een uur om mij wakker te maken? Heb je een sigaretje voor mij? Zijn die alweer op? Ik heb er al een maandje meer gekocht. Zo volgende ochtend, dat is ook niet van uw gewoonte. Ja, sorry, ik had goesting mee. Scheelt er iets? Wanneer? Je weet het, je kunt altijd bij mij terecht. Ja, ja, ik weet het. Maar er is echt niks. Ah ja, dan sta ik ze even weg. Waar naartoe? Gewoon, naar buiten. Alleen? Ja, alleen. Zeg, vind jij dat zo raar dat ik een keer uit dat kot wil? Zie jij dat meisje eigenlijk nog? Hoe heet ze daar? Joyce? Wat is er met Joyce? Dat uw vader en ik niet willen dat je mij van dat simpel dorpsvolk optrekt. Je mag alles over mij zeggen, hè? Maar over Joyce gaat het zwijgen. Als ik erachter kom dat jij iets hebt met dat wicht, dan zal het uw beste dag niet zijn. Ten eerste, met wie ik omga, zijn mijn zaken. Ten tweede, Joyce is niet meer dan een gewoon vriendin. Wat is het? Kalm aan, hè. Ik ben wel uw werkgever. We stellen zaken. Ja, vraag het er nog maar eens in, jongen. Jij dat gemakkelijk, hè? Ja, jong. Daarom dat ik het aan u vraag, hè. Allee, Xander, kom aan. We kunnen dat toch ook op een andere manier oplossen. De Jens, dat is een gewone, een plezante. Ja, je hebt er al kennis mee gemaakt. Weet je, het maakt me niet uit wat je ermee doet, hè. Maar ik wil vanmiddag resultaat. Je weet wat er aan is gebeurd. Jij gaat Febe met rust laten, jongen. Fuck. Ik ben zo blij dat ik zei. Ik ben ook blij om je te zien. Maar zo'n omhelzingen ben ik toch wel niet echt gewoon. Timo, mocht mij nu wel loslaten? Ik had het nog niet van nodig. Die heb ik in het plezier, dat weet je. Maar wat scheelt er nu met u? Ik weet niet waar te beginnen. Ik weet dat ik soms op een chatsite zit, hè. Ik had daar een meisje leren kennen onder de nickname Aphrodite72. Ze stuurde zo'n lieve dingen. Ik dacht echt dat ik een meisje had leren kennen waarvan ik echt kon houden. Buiten nu dan Joyce. Dus ik wou ermee afspreken, gistermiddag hier in de speeltuin. Timo, je hebt die toch niet direct laten gaan, nee, hè? Nee, dat is het niet. Ik zat op die bank daar te wachten, maar opeens kwam er een andere jongen. Ik kende hem niet en begon tegen mij te praten. Hij was gewoon Aphrodite72. Hij wist dus zo goed als alles over mij. Ja, hij begon mij uit te schelden en ik kon mij niet beheersen. Ik wou hem een goede mot verkopen, maar dat was mij voor. Wat? En jij kende die kerel niet? Niet tot gisteren. Nu weet ik dat Xander de Laat heet. Ik weet niet wat hij van mij moet. Ik krijg sinds gisteren constant sms'en en mailtjes. Daar gaat de pesten voort. Het zijn nu ook al doodsbedreigingen geworden. Doodsbedreigingen? Je moet naar de politie gaan. Nee, dat gaat alleen ook maar erger maken. Ik wil gewoon weten wat ik hem misdaan heb. Ja, dat kan ik geloven. Ja, ik zou echt nog wel even willen blijven, maar ik herinnerde mij daarnet dat ik een afspraak heb bij de kapper om 11:30. Ga maar op. Dat is niks. Ja, maar ik vind dat niet zo erg om je daar mee te laten zitten. Nee, laat maar. Ik ben al blij dat ik u even heb kunnen zien. Ik heb trouwens barstende koppijn. Ik ga even langs een apotheker passeren. Je hebt mijn nummer, hè. Als er nog iets is. Ja. Bel mij, hè. Zal ik doen. Ja. Salut, hè. Dag.
Dat is dan 9,02 euro, alsjeblieft. Dank je wel. Bedankt, tot ziens. Dank je wel. Dag. Sorry, zet wat op een loopt. Sorry. Goedemiddag. Hallo, een predictor alsjeblieft. Ja. Kent het gebruik? Ik zal wel op een bijsluiter staan. Zie. Ja, maar er zit mijn plicht om. Hoeveel moet ik u? Ik zou graag zo snel mogelijk weg willen zijn. Ik word op 16,91 alsjeblieft. De mond, hè? Zonder vriendinnetjes? Pak eens toe, trol. Och jongen, je bent niks waard alleen. Je grote mond, hè? Maar wat gaat het doen, hè? Facebook is vertraagd, hè. Lennart? Ja, wauw. Sorry, ja. Je bent er precies niet bij vandaag, hè? Ja, nee, Jens. Er is eigenlijk iets dat ik moet vertellen. Ah? Wat? Ja, het is niet zo gemakkelijk. Zeg, wat is er met u? Ja, sorry, ik voel me niet zo goed. Heb jij een glas water of zo? Ja, wacht. Fien, de zus van Xander. Weet jij wat dat hem is? Nee. Heb je hem al gezien vandaag? Nee, gisteren. Oké, als je hem hoort of ziet, zeg dan maar dat hij mij belt. Oké, heb jij hem al proberen bellen? Ja, meerdere keren zelfs, maar zijn gsm staat. Ah ja, juist. Oké, maar ik moet gaan. Toch bedankt. Hey, wat is het, jong? Geen oren aan je kop, of wat? Altijd zelden met u, hè? Hey, op je gemak, kerel. Is kalm? Ik moet hier geen bevelen van u krijgen, hè? Trouwens, van waar kom jij? Zijn mijn zaken.
Ja, weer van bij die toetebel zeker. Joyce is geen toetebel. Jongen, ik zou wel 10 zaken kunnen opnoemen om haar te omschrijven. Hou nu eens godverdomme in uw kop op alles en jij commentaar. Ik ben een kotsbeu, kotsbeu. En trouwens, hoe zou jij je voelen als je doodsbedreigingen krijgt? Bedreigingen? Maar jongen toch. Weet je, bel de politie of de geheime dienst. Dan zullen zij je wel komen helpen, hè. Och, jongen, wat gaat u nu doen? Uw eigen vader iets aandoen? Je zou niet durven. Weet je wat? Voor mij, hè, zijn jij geen echte smeekers. Met die foute vrienden, die verkeerde attitude van u. Door die punten op school, die fucking ADHD. Je zet een dikke nul. En voor mij, zet je mijn zoon niet meer. Weet je wat? Maakt me niet meer uit. Voor mij, pa, ben ik al lang uw zoon niet meer. Ik haat u. Ouders, hè. Oh, spijtig. Ik wou je nog wel even zitten. Ja, sorry, ik moet nu wel weg. Dag, hè. Hi. Ah, meneer heeft mijn nummer gevonden. Nu ga jij mij antwoorden geven. Je moet sentimenteel worden, hè. Waarom, Xander? Waarom? Dan moet je eens aan je moeder vragen. Mijn moeder, waar heeft mijn moeder hiermee te maken? Alles, Timo, alles. Hé, hey, Xander! Godverdomme klootzak! Caroline van den Broeke. Hey, Caro. Dag, mama. Hoe is het met u? Dat gaat met jullie. Goed. Je hebt ons kaartje al gekregen. Ja, ik heb het gelezen. Zeg, je klinkt precies zo triest. Is er iets? Nee, er is niks. Zeg, maar schat ik, hè? Ik moet er alweer vandoor. Ik moet hier nogal veel betalen om te bellen en we hebben hier slecht ontvangst. Oké. Allee, ik vond het leuk om je stem nog eens te horen. Ik mis u, mama. Wij missen u ook, schat. Maar ik beloof u dat we weer snel iets laten horen. Maar nu moet ik echt weg. Hou je goed, hè? Bye. Dag, mama. Of wacht. Nee, heb ik die man dan nog alles moeten kalmeren, zeg. Wat scheelt er? Niks. Allee, je zit hier in het midden van de kamer te blijten en je zegt dat er niks is. Wat scheelt er? Mama heeft net gebeld. Mamaske toch. Maar het is dan niet oma. Wat dan wel? Ik ben zwanger. En hoe lang weet jij dat al? Van deze middag ben ik een predictor gaan kopen. En weet Xander dat al? Het is niet van Xander. Waar is je predictor? In de keuken. Ja? Nee, nog niemand te zien. Toch gewoon wat ik u gezegd heb, jongen, dan komt dat wel allemaal in orde. Nee, ik heb toch gezegd dat ik dat ging regelen, die komt wel. Ja, deze is de laatste keer dat ik u hoor. Trouwens, jij kent mij niet. Jens, nog eens sorry voor alles, jongen. Thank you.
Hey, ça va? We zijn met twee. Ik moet iets vertellen. Ik ben zwanger van u. Wat? Maar hoe kan dat? Van een palmvijf? Godverdomme. Ja, ik weet dat we allebei te veel op hadden. Godverdomme! En weet Xander dat? Fuck. Nee, sorry, Caro. Nee, ik wil daar niks mee te maken hebben. Nee, niet nu Sam bijna vrijkomt. Nee! Verdomme, Stefanie! Nee, jawel. Maar ik ben kei blij voor u, maar vind jij toch dat iemand had? Ja, ik dacht dat ook, maar blijkbaar niet. Hè. En hoe heb je elkaar wel leren kennen? Wel, eigenlijk via de online chat. Oei, maar daar moet je wel mee oppassen. Ja, maar dat was anders, want hij noemde zichzelf Aphrodite 72. Ik dacht dat je nou een relatie met Finn geen meisjes meer had? Nee, maar dat is helemaal anders, want wij waren 13 en dat is voorbij. Maar inderdaad, ik wou het toch nog wel eens proberen, maar dat bij de jongens toch nooit lukte. En toen ik er even mee had gebabbeld, merkte ik wel dat hij een meisje was. Hij had veel te slordig taal gebruikt en ja, dat is helemaal anders dan bij de meisjes. En toen hebben we afgesproken, het was daarna direct grote liefde. Ja, van de zus van de broer, of is het? Ja, maar ik heb er nu wel niks meer van gehoord. Maar ik zal deze naam nog wel eens bellen. Doe dat. Op de liefde? Op de liefde. Jullie weten toch dat hier geen bussen meer komen?